Goedemorgen, wat een mega knot. Moet je kijken? Oh my god. Goedemorgen, oh lord. Het is half 9 en 9:15 hebben we een rondleiding bij een school. We moeten Mila nog naar de opvang brengen. Het is bij elkaar in de buurt, dus we wilden het combineren, maar... in mijn haar gewassen net. Dammit. Ik denk dat ik even snel dit in een föhn en gaan. Kill het op. Ik ga zo zeggen hoe lang ik erover heb gedaan. En... 10 minuten. Ja, ik laat mijn haar nat. Het zal vast niet raar zijn of zo. Nee, ik red het niet. We moeten gaan. Oké. Okay. Niet waar die iemand is die daar normaal kan zitten. Het is verschilt per persoon, toch? Hier, tank bijna leeg. Zoek tanktas dan. Oh, oké. Okay. Cool, hè? Ja. Maar ik weet niet. Ik denk... Hoe dan? Ja, ik denk door You Connect. Ja, dat hij dat op je telefoon heeft op je horloge gezet. Morgen heb ik prikkelvrij. Ja, morgen ga ik vloggen voor de prikkelvrij planner. Cutie. Hoe heet dat, Mila? De? Prikkelzwaaier. Dat is echt geweldig, liefie. Prikkelvrij. Nee, prikkelzwaaier. Oh, mijn lord. Vroeg net, wat hebben we morgen? En Mila, ja, wat hebben we morgen? Ja, mama, wat hebben we morgen? Ik zeg, nou, ik ga vloggen over de prikkelvrije planner. En nee, zegt Mila, wat zei je ook alweer? Prikkelvrij. Oh, dit is mijn fave versie van wat zij ooit een planner genoemd heeft. Mila, kan je het nog één keer zeggen? Masha planner. Masha planner. Ik vind je lief. Ik vind jou ook lief. Oh, ik... Oh my god, mijn bronzer is hier een klontje gevallen. Ik smeer het uit, ik heb nu echt zo... Oh. Hey guys, we zijn weer thuis. En we hebben de rondleiding gehad van de school. Weer een hele andere school dan dat we hiervoor er waren. Ja, oké. Okay. We hebben een favoriet, een duidelijke favoriet. Ik hoop dat we daar terecht kunnen, oh my god. Gregor is nu er vandoor om wat te regelen. En ik ga nu even voor een klant content schieten in onze slaapkamer. Zin om te slapen. Ondanks dat we lang hebben geslapen, toch zo moe. Zo tired. Ik ga nu naar Diana die mijn brows weer eens gaat bezitten. Laseren, het grijze assengebruid laseren. En dan gaan we het een keer opnieuw doen. Ik vraag me af of dit nog voor Amerika gaat gebeuren. Met Florida zon en zo. Ik zal het eens vragen zo. Oké, let's go. Hey guys, ja, de tweede keer lezen. Hi. Hallo. Volgens mij, ja, schuinen naar beneden nog, ja, zoiets, ja. Kijk, deze wel al gedaan, die nog niet. Kan jij het zelf ook zien, nu? Ja, ik zie wel een verschil, ja, maar ook dat mijn huid natuurlijk erop reageert, ja. Maar het is lichter of zo. Ja. Ja. Nou, laten we gaan mij even 2 dagen... Ik zie je foto. Ja. Wat denk je? Kijk, zo is nog. Ja, misschien toch
Nog een keertje? Ja, voor mij, ik maak mij niet uit. Ik denk het wel. Ik ga wel over een maand, ga ik voor 2 maanden naar Florida. Over een maand? Ja. Nou, dan kan je nog... Ik wilde naar huis fietsen, maar backstage zit hier in de straat. Ik dacht, ga heel veel naar binnen. Ik wil eigenlijk dat visjaardoosje opnieuw, want mijn is zo oud. En nu wil ik dit. Ik heb gekocht. Die poeder. Ben Nye. Ken je misschien van de banana powder? Die heeft Kim K toen ooit bekend. Of wat anders, haar make-up artist zei dat ze bij haar gebruikte. Maar dat is op een gegeven moment bleek dat helemaal niet waard zijn. Maar ik heb ze roze gekocht. Schijnt echt super mooie finish poeder te zijn. En ik heb super basic sponsjes gekocht. Want ik wilde wat met mijn nagels doen. Met een soort spongy art. Maar ze hadden dus ook split cakes. Nou, wat is split cake? Dat is een soort van meerdere kleurtjes onder elkaar. Dan kan je mee sminken. En ik vind dat zo mooi. Ik heb er zulke mooie crèmes mee gezien. En ik dacht, het is leuk om Mila ermee te sminken. Maar ik heb mezelf tegengehouden om te kopen. Want ik ben bang dat ik anders elke dag moet gaan sminken. Als in, nee, ik ben bang dat ik dat ook veel te leuk vind. En dat wij allemaal gesminkt rondlopen elke dag. Dus ik hou me in. Hou me in. Oh my god. Ik heb zin om het te kopen. Nee, ik ga nu naar huis. Waarom doe ik dit? Ik ben hierheen gefietst. Waarom ben ik gestopt? Waarom heb ik mijn fiets op slot gezet? What am I doing? It's like crack. Yeah. Wat is dit nou weer voor geweldigheid, jongens? Ik kan hier toch... Dit kan je me niet aandoen. Oh my gosh, it's so good. Ja, dit is natuurlijk weer helemaal misgegaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Er zitten wat dingen in voor Pasen en zo. En Future Gifts, dat ik een doktersetje zag. En die van haar is kapot. Dus nou, dat bewaar ik voor de volgende keer. En ik voor in de Easter basket. Ik ga zo even laten zien wat ik heb gekocht. Oké, dit is wat ik bij de HEMA heb gekocht. Of je kijkt, ze hebben dus hout, dit. Omdat dat plastic setje zo verrot is, het dokters setje. Oh, okay. Cute, hè? Maar dit kan dan in de la voor de gifts. Dit voor Pasen. Oh my god, voor in de Easter basket. Kijk, Voef, kijk. Bruisballetjes voor kinderen. Oh, dat gaat ze doen. Ja, ze is obsessed door bruisballen. Deze. Voef voor in de paasmand. Nijntje. Oh ja, oké. Omdat die paarse nu nagelt. Ze heeft nu echt een goede beker. Wat heb ik nog meer? Dan heb ik een kleurboekje. Dat komt altijd van pas. Ik weet niet of ik die daarin doe of voor een ander moment waar. Dit. Ze wil altijd bellen blazen, maar het is altijd op of whatever. Ik dacht, als ik nou zo'n pakje minis haal, dan kan ik gewoon eentje per keer opmaken. Krijtjes, en die hebben we niet in huis. Dan dit, want haar schoolfoto's zijn binnen. Ik dacht, dat doe ik die in zo'n fotoalbum. Zo. Ik laat jou zo nog extra zien, Voeg. Dan hebben we deze stempels. Hey, dat is van onze... Wat is er? Van onszelfde als van de bak waar de toys in zitten. Ja, leuk hè? En dan deze stickers dacht ik ook in haar paasmandje doen. Dan heb ik deze voor mezelf. Mijn zijn op. En dan heb ik hangers voor de jassen, want die plastic buigen helemaal om. En dan heb ik nog kleintjes voor Mila en daar worden ook te weinig van. Dat was hem. Oké, ik maak even snel een Easter mandje, dan is hij gewoon klaar. Deze hadden we dus in Disney gekocht. Of althans, ze keken dit en daar ze speelden mee. Het waren het laatste, dat hebben ze niet gedaan. Toen last minute dacht, weet je wat, anders nemen ze mee. En dan is het zeg maar haar Easter gift. Kijk, knabbel en babbel, 100 jaar pakje. Zo. Dan hadden we deze konijn. Even kijken hoor. Wat had ik nu bedacht? Nijntjes stickers. Zo. Die bruisballen. Oh, oh, oh. De beker. Wacht. Oké, ik heb nu dit zo. Misschien moet ik in die beker wat dingen... Oh, dat is leuk. In die beker ga ik lekker wat dingen doen. Wacht. Even zo. Een paar muntjes had ik. Ik had deze. Deze. Gaat dit passen? Of misschien alleen zo dan? Even kijken hoor. Oh. Wat, vind je dat niet leuk? Nee. Oh. Ja, maar ik... Dat ritje moet ook nog in. Ja, zo. En dan zie je dit zo zitten. Is toch schattig? Mm. Vind je dat... Even kijken. Dan had ik zo'n bellenblaasje. Konijn. Want Pasen. Zo. Die doen of niet? Of bewaren voor een ander moment? Ja, ik twijfel ook een beetje. Ik vind... Die kan er ook nog in. Zo. Ik weet alleen niet zo goed wanneer dan wel. Ja, echt hè? Dit is wel echt zo'n goodie. Die had zij dus zelf bij Disney uitgekozen. En die vond ze zo leuk. En toen... Ja, ze vond die zo hij is wel leuk. Echt zo leuk. Maar ze heeft al heel veel. Als je dit zo ziet.
Dit is... het bedrag eraf halen. Dat mag je niet zien. Even kijken. Ik vind hem wel heel... Dit is wel echt... Dit... Ja, het past wel leuk. Het past wel leuk. Zo, 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 zo. Dit is er. Ja. Zo. Iemand had dus gecomment met de jassen dat die hangers ombuigen. Van je moet hout hebben. Toen dacht ik, dat is brilliant. Dus ik zag deze en ik, ja, bij de jassen. Het werkt er een stop voor nu. We zijn een beetje aan gewend om die jas daarheen te brengen. Aha, aha, aha. Lekker zeg. Ja, hè. Oh, en Mila, wat had je ook alweer op als in een middag eten? Zeg het helemaal verteld. Wat had je gegeten vanmiddag? Pontjes. Ik heb gewoon een pontje gegeten en een witte pontje gegeten. Oh, lekker zeg. Met op. Oor. Oor zo. Is het echt een favoriet. Is dat jouw favoriet, Mila? Ja, hè? Is zo. Ja, oor zo. Van gisteren, hè? Dat klopt. Ik dacht, die doe ik ernaast. Gewoon als saai. Als side wide. Hoe moet je mijn oplossing voor hebben? Check deze mix. Oh mijn god. Zeg jij goed je morgen iedereen. Oh, jij hebt de yoghurt erbij gedaan, hè? Ja. Jongens, ik heb van Monkey zo'n bruine bikini die ik al een aantal jaar draag. Die gek genoeg nog steeds te kopen is ook. Het is gewoon een hele basic bikini, maar die vind ik zo chill. Ik heb elke vakantie alleen die bikini mee. Dat ik zag dat ze die bikini dus ook in andere kleuren hebben. Dus ik had hem, want die bruine is wel een beetje aan het loslaten al. Ik zag dus dat ze hem in het zwart hadden. Dus die heb ik besteld. Maar heb ik per ongeluk het broekje in XXS besteld? I don't know what happened. Want het bovenkantje heb ik gewoon in een L'tje. Maar het onderkantje? Ik weet niet. Ik heb hem ook in deze vorm. Met een soort vlammetjes. Hier, dit. Ik ga het even passen. Oké, dit is L. Niet het perfecte lichaam. Ik heb een hangende huid. Alles, you know it. Maar dit is dus hoe L zit. Het is een soort micro van bikini, die onderkant. Ik trek het toch aan, het heeft toch touwtjes, maar ik weet niet. En ik heb deze cover-up en die lijkt heel erg op een cover-up die ik vroeger had van Hunke Muller of zo. En die ben ik op de een of andere manier kwijtgeraakt. Ik heb weggenomen dat er gat in zat of zo. Maar ja, letterlijk. Perfect cover-up om mee te nemen op reis ook. Is niet zo heel veel stof namelijk. Oké, guys, ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye!